Oké, mensen, we zijn weer bij de bank. Volgende agent gaat naar binnen. Mensen, dit kost wat agentenlevens, ouwe. We zijn nu al 3 agenten verloren van ons en een heel aantal AT-units. Maar onze eigen poppetjes zijn al 3 keer dood te gaan. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killer J. Vandaag zijn we weer terug op GTA 5 met de Nederlandse politie, oftewel LSPD of R. Ik weet, ik heb een tijdje niet geüpload, dat komt omdat zeg maar, de mods allemaal outdated waren en zo. Maar opnieuw zijn ze nu allemaal geïnstalleerd en we gaan vandaag weer op pad met de politie. Eén dingetje wel vandaag, de vrouwelijke uniformen, die heb ik nog niet, want zoals je kunt zien... Nou ja, we kunnen het wel even van dichtbij bekijken. Dit zijn de nieuwe uniformen. Deze guy heeft ook een coole tatoeage, zoals je kunt zien. En ja, je ziet nu ook de badge hangen. En we hebben gelijk een Pacific Bank Heist. Dus laten we daar gewoon naartoe gaan. De game induiken, there we go. Accepteer de shit. There we go, we hebben het geaccepteerd. Ja, het is allemaal een beetje nieuw vandaag. Het is allemaal een beetje anders. Ik moet ook nog even kijken hoe het allemaal werkt, precies. Want ja, er zitten heel veel nieuwe dingen in. En ik heb een tijdje niet meer gespeeld. Dus ik moet even kijken of ik nog zoals dit allemaal weet. Ja, en dan even kijken... Oh, oh my god, hoe doe ik die sirenes nog maar aan? Dit is wel heel slecht, jongens. Oh my god, ik weet het niet meer. Oké, we gaan eerst gewoon die kant uit. En even kijken. Hoe deed ik dat nou nog? Hé, ga eens aan de kant. Oh my god. Ik weet gewoon niet meer hoe ik de sirenes aan doe. Mensen, ik moet het even snel uitzoeken, hoor. Oké, there we go. We hebben nu sirenes. Ik moet mijn B-knop maar even ingedrukt houden. Ik weet gewoon de shortcuts niet meer. Dit is wel echt heel slecht. Maar ja, dat krijg je als je de maat niet speelt. Dan ga je dingen vergeten. Want ik heb de laatste tijd echt veel te veel Destiny, Call of Duty... de nieuwe World War 2 natuurlijk, de beta. En dat heeft me zo bezig gehouden de laatste weken gewoon. Dat ik gewoon eigenlijk half de controls niet meer weet van GTA. Wat best wel erg is. Maar we hebben dus begin gelijk met een Pacific Bank Heist. Wat natuurlijk op zich wel chill is. En daar gaan we nu even naartoe. En dan gaan we kijken of we daar een eind aan kunnen maken. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij de Pacific Bank. En we moeten nu dus gaan kijken of we een eind kunnen maken aan deze heist. In ieder geval aan de dieven die binnen zitten. Dus we moeten even met Captain Wells gaan praten. Sir, what's the situation? Well, we have multiple armed suspects in the bank with hostages. How many robbers are there? We don't know how many are in there, officer. The way I see it, you have 2 options. You can attempt to negotiate with them. Alternatively, you can go in with SWAT Team Alpha. Okay. Dus we kunnen of met ze gaan negotiaten, of we kunnen gewoon met het SWAT Team gewoon naar binnen gaan. Die hier al klaar staat, het AT. Ik denk dat de beste optie is om ze gewoon gelijk te gaan proberen uit te schakelen. Met het SWAT-team naar binnen te gaan en kijken wat we eraan kunnen doen, mensen. Ik denk dat dat wel het beste is. Let's take the bastards out. Weet je? Het is de zoveelste keer dat ze deze bank beroven hier in Los Santos. We zijn er klaar mee. We gaan gewoon gelijk naar binnen. Hopelijk verwachten ze dat niet. Good idea, officer. There's no time for talking. The robbers are holding 8 hostages. Rescuing them is the top priority. Oké, dus het belangrijkste is dat we de hostages gewoon Roger that, sir. Where can I get gaan some bevrijden. Gear? There's gear in the back of the riot vans. SWAT Team Alpha is on standby near the doors. Let them know when you're ready. Alright, let's do this. Also, do you want the tech team to kill the alarm? Nou, het alarm kan beter aanblijven, denk ik. Want op die manier zijn ze verward misschien en horen ze ons niet gelijk binnenkomen. It doesn't bother us that much. Nah, it doesn't bother me that much. You sure? If you change your mind, radio the tech team and let us know. Alright, I'm gonna go get suited up. Good luck. Oké, dankjewel voor de good luck. Press F11 to tag the alarm. Oké, we gaan eerst even natuurlijk gear halen uit deze SWAT-bus. Press Y to make the SWAT teams follow you. Oké. Oh, ze zijn op bed. Oh my god, ik dacht dat ik gear zou hebben, maar dat valt dus reuze mee. Zoveel gear hebben we niet. Oké, is deze guys uitschakelen? Hey, ga eens dood. There we go. Oké, de eerste robbers die zijn uitgeschakeld. There we go. SWAT units are now following you. Oké, chill. Politie, laat de wapens vallen! Oh my god. Ik moet even naar cover toe. Zo, there we go. Oké, eentje is uitgeschakeld. Daar bij de deur. Oh, dit is niet eens een taak voor ons, mensen. We hadden gelijk het SWAT team naar binnen moeten sturen. Maar we gaan gewoon door. We zijn geraakt. Hostages kill 2. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet volgens plan, mensen. En we hadden ook niet de juiste gear. Ik had verwacht dat we wel in ieder geval een submachine gun zouden krijgen. Dat is natuurlijk net even wat makkelijker. Maar gelukkig is het ambulancepersoneel in de buurt. En hebben we ons uniform niet meer aan. Laten we dat even gaan fixen. Oké, mensen. We zijn weer op locatie. We hebben nu ook een submachine gun. Wat natuurlijk wel iets beter werkt.
En we kunnen niet de bank naar binnen. Wat? Oké, wacht. Eerst even dat alarm uit. Zo. Misschien kunnen we via de andere deur naar binnen. De eerste deur lijkt geblokt te zijn. Deze deur is open. Oké, chill. Wapen laten vallen! Oké, gewoon schieten dus. Ze hebben goede body armor. Headshots zijn echt belangrijk in deze. There we go. Okay, dat is politie, politie. Weet je wel, we gaan de door breachen. Zitten hier nog mensen binnen? Dat is wel belangrijk om even te bekijken natuurlijk. There we go. Laat het wapen vallen! Okay, hij is down. Oké, we gaan eerst deze hostages even bevrijden. Oké. Is goed, meneer. Snel naar buiten gaan, snel naar buiten gaan. Oké. Laten we in ieder geval zoveel mogelijk van de hostages gewoon proberen te bevrijden. Op dit moment is dat gewoon de belangrijkste zaak. Dat zei Captain Wells tegen ons. Die hostages, die moeten veilig naar buiten, mensen. Dus meneer, u kunt ook veilig naar buiten, oké? De bottom floor is gecleared, dus ga snel naar buiten, zo snel als je kunt. Oké, dan gaan we nou via hier even naar boven. Politie, maak jezelf bekend! Ik heb zo'n idee dat hier nog wel ergens een vieze rekje zit met een wapen. Deze gang is veilig, meneer. Het is voor uw taak om nu naar buiten te gaan, oké? Gaat u maar naar de ambulance. De ambulance staat buiten. Gaat u daar snel naartoe? Breng u zelf in veiligheid. SWAT team, cover mij. Oké, meneer. Ook voor uw geld. Ga naar de ambulance. Die staat buiten. Daar kunt u gecheckt worden en geholpen, oké? Wat? What the fuck? Hoe werd ik gekild, ouwe? Oké, mijn clearing technieken zijn niet heel erg goed op dit moment. Zoals je, holy shit, zoals je kunt zien, dat was niet de bedoeling. Oké, we staan nu weer hier en dan waarschijnlijk worden we weer naar het ziekenhuis geteleporteerd, of niet? Ja, het zal wel weer eens niet zo zijn. Ik zie jullie weer in de bank. Oké, mensen, er liggen heel veel lijken hier, zo. Dat is niet echt de bedoeling. Maar zoals we bezig waren, we weten nu dus, boven zit nog iemand. We zijn nu zogenaamd de nieuwe agent, oké? Twee agenten van ons in uniform, die zijn al doodgeschoten. Er zijn een aantal SWAT-units of AT-leden overleden. En we moeten verder gaan met het bevrijden van de laatste hostages. We weten dat daar boven nog iemand zit, dus SWAT-teams mee kunnen komen. De AT-teams, zal nice zijn. Wat we op dit moment ook wel kunnen gebruiken, is iets van een flashbang of zo. Hadden we dat maar. Oké, toen we deze kamer binnenliepen, werden we gekild. Oh, daar zit je. Oké, gevangene down. Ik bedoel, hostage taker down. Volgende kamer. Bro. Staan blijven. Ik zei hem nog zo. Staan blijven, meneer. Maar hij wil niet luisteren. Oké, ik denk dat de bovenverdieping nou al gecleared is. Oké, hier zat dus nog een hostage die net is vermoord. Kan deze deur open? Dat is de grote vraag. Deze deur zit op slot. Oké, dan moeten we nu weer omlopen. Want ik denk dat er beneden bij de kluis ook nog wel iemand zit die we moeten uitschakelen. Ik hoor hier ook nog mensen. Politie, maak je... Oh, oké. Even kijken beneden bij de kluis. Zij hebben het net gecleared, maar ik vertrouw hem voor geen ene meter. Politie, maak jezelf... Oh my god. Laat het wapen vallen, meneer. Maak jezelf bekend, politie. Oh, fuck.
Oh fuck, nee, nee, nee. SWAT, wat doen jullie? Hoezo? Zeg je niet even, er zitten nog drie mensen in die kluis. Nee, er ontploft gewoon in één keer een bom. Waar we niet op rekenen. Beter gaat die hostage niet dood. Beter gaat die hostage niet dood. Oké, mensen, we zijn weer bij de bank. Volgende agent gaat naar binnen. Mensen, dit kost wat agentenlevens, ouwe. We zijn nu al drie agenten verloren van ons. En een heel aantal AT-units. Maar onze eigen poppetjes zijn al drie keer dood gegaan. Dus dat is best wel kut. We gaan gewoon naar beneden. Ik ben bang. Oh ja. Dacht het niet, vriend. Wapen laten vallen! There we go. We gaan sowieso even alles clearen nog. Ik vertrouw deze kluis voor geen meter. En laatst is de... die guy... nu overleden. Nou ja, even kijken hoor. Kunnen we hier naar binnen? Nee, dat kan niet meer. Ik luister weer op slot. Toppie! Dan gaan wij nu naar Captain Wells en dan gaan we maar eens met hem praten. Want ja, ik denk dat we best wel een teleurstelling zijn geweest voor Captain Wells. En de bank ligt vol met lijken, dus dat is ook niet echt de bedoeling geweest volgens mij. Maar ja, we gaan met Captain Wells praten en dan gaan we kijken wat hij ervan vond. Meneer! Meneer, volgens mij is het helemaal fout gegaan. Yeah, it was pretty hectic in there. I will send you the operation report soon. Good work today, officer. Just doing my job, sir. Just doing my job, sir. Ah, we hebben niet echt een goede job gedaan, maar in ieder geval het is gefixt. Times died 3 times. Times gear resupplied 0. SWAT units died 12. Bijna iedereen dus. Robbers killed 24. Hostages dead 3. Hostages rescued 5. Robbers surrendered false. Bank heist is code 4. Oké, okay, nou ja, wij moeten even een nieuwe auto fixen. En dan kunnen we dan beginnen met de normale surveillance. Was wel een leuke call om deze surveillance mee te gaan beginnen. En ja, laten we nu overschakelen naar een normale auto. En ja, voor de mensen die nog niet weten, mijn merch komt binnenkort uit. En dat ziet er zo uit. Een zwarte trui, een zwarte t-shirt, een zwarte pet en de trui. En de t-shirt zijn er ook in het wit. Maar dan natuurlijk met een zwart logo. Dus vind je dat nou vet? Hou dan even mijn Twitter, Instagram en Facebook in de gaten voor updates. En ja, volg me daar gewoon even op. Alle linkjes daar naartoe staan in de beschrijving. Volg me even op Twitter, volg me even op Instagram. We hebben bijna 10k volgers op Instagram. Dus het zou leuk zijn als we dat kunnen halen. Dus als je me op Instagram zou willen volgen, zou ik super nice vinden. En voor Facebook geldt natuurlijk hetzelfde. Mijn Facebookpagina kun je gewoon liken. Dan krijg je updates in je timeline op Facebook. En je kan me natuurlijk ook even toevoegen op Facebook. Allebei gewoon zo chill zijn. Dus ja, doe dat. En dan fix ik even een nieuwe buggy. Oké, we hebben maar even een Touran gefixt. Je ziet hier ook de AT-bus, die rijdt net weg. En wij gaan nu gewoon even op surveillance, want dat hoort er natuurlijk ook bij. En deze man loopt wel heel heftig te toeteren. Dus we gaan even een playcheck doen op deze manier. Even kijken wat er precies aan de hand is. Waarom loop je zo te toeteren, hè? Dat is niet de bedoeling. Target vehicle license plate. 2, 3, David, William, Nora. Felony warrant for registered owner. 6, a warrant issued. A traffic violation. Proceed with caution. Attention unit 1, Lincoln 18. We've got a code 99 in downtown Vinewood. Zit er iemand in? Er zit niemand in. We gaan sowieso even de auto meenemen. Ik wil even een tow truck voor deze wagen. De owner van deze wagen is wanted, dus op die manier kunnen we hem hopelijk naar het politiebureau toe lokken. Dat hij zijn truck op komt ophalen en dan... Dan kunnen we hem aanhouden. Dat is natuurlijk de makkelijkste manier. Dus als de eigenaar van die truck de truck komt ophalen, dan kunnen we hem gelijk aanhouden. Helemaal toppie geregeld op die manier. Oké, wij gaan natuurlijk verder. Er was net een code 99, oftewel er was een officer in nood. Alleen ja, helaas hebben we die niet meer kunnen meepakken omdat we net even met die auto bezig waren. Maar er zijn hopelijk wel genoeg units die daarop gerespond hebben. Nou ja, wij gaan in ieder geval verder met de surveillance. Wat auto's controleren. Wat meldingen meenemen natuurlijk in de surveillance. En dan gaan we kijken wat er verder allemaal nog gaat gebeuren vandaag. Oké, die auto rijdt wel heel snel net voorbij. Je ziet hem wegscheuren in de verte. Dus we gaan daar even een kijkje voor nemen. Want het kan natuurlijk niet zo wezen dat je zo snel door de bebouwde kom heen scheurt. Even kijken of we hem nog tegen kunnen komen in de verte. Hij ging er wel echt heel snel vandoor trouwens. Ik ga ervan uit dat hij hier rechtdoor is. Ja, hij rijdt daar in de verte zoals je kunt zien. En hij rijdt echt super snel. Dus laten we hem niet uit het oog proberen te verliezen. Oké, auto staat linksaf. Je weet, gaat hij stilstaan. Attention unit 1, Lincoln 18. We have a criminal resisting arrest in West Vinewood. Ja, dit is echt roekeloos rijgedrag. We gaan hem aanhouden.
Is de rijbewijs voor de weer onder artikel 5. Kijk, stopt die auto. Oké, there we go. Oké, meneer, uitstappen, handen omhoog. Oké, meneer, u bent aangehouden. U bent niet aan de antwoorden verplicht en u bent recht op een advocaat, oké? Oké. OC, ik ga nu de verdachte boeien. Oké, meneer, de reden dat ik u ga aanhouden op dit moment is omdat u roekeloos rijdt hier door de straat. U bent een gevaar voor uzelf en voor anderen op de weg. Daarnaast is dat niet het enige probleem. Het is ook nog eens het geval dat, ik heb u 2 keer een stopteken gegeven, die heeft u ook 2 keer genegeerd. En mijn poppetje zit een beetje vast. Ik weet niet wat dit is, maar ik zit vast. Oh my god, wat is dit? No waypoint set. What the fuck? Ik heb toch net een waypoint gezet. Waarom zit ik vast? Wat is er allemaal aan de hand met mijn LSPD Farm, mensen? Oh my god, dit is niet leuk. Oké, even kijken hoor. Even kijken of ik nu wel kan teleporten. F3, there we go. Teleport to waypoint, there we go. Zit ik nog steeds vast? Dat is de grote vraag. Ja, ik zit gewoon nog steeds vast. Waarom zit mijn poppetje vast? Ik ga het even proberen te fixen, mensen. Dit is wel echt heel raar. Ik deed die aanhouding ding en nu zit ik gewoon echt helemaal vast. Dit is echt kut. Oké, mensen, volgens mij is alles gefixt. Het ging een beetje heel erg raar net. Alleen, u mag even op uw knieën gaan zitten, meneer. OC, 1 verdachte aangehouden. Mag ik 1 keer transport voor deze meneer? Over. Assistance needed for a suspect placed under arrest in the GWC Engulfing Society. There we go. We hebben nu ook 2 auto's hier staan. Die 1 auto, die mag, deze mag even aan de zijkant van de weg. There we go. Anders blokkeren we de route zoveel. Ik heb heel veel dingen in moeten spannen om mijn poppetje weer normaal te krijgen. Dus vandaar dat er een extra auto stond. Maar ja, deze auto zetten we hier gewoon even aan de kant van de weg. En die wordt wel opgehaald zo meteen. Ook even de lampjes uitzetten natuurlijk. Zo. Oké, nou ja, deze meneer die wordt nu opgehaald als het goed is. En wij gaan dan verder met onze surveillance. En dan gaan we nog even kijken of we nog wat andere dingetjes kunnen doen. Deze video wordt niet al te lang. Van de week weer een zelfverzonnen LSPD Farm missie. Dus dan komt er ook weer een hele zelfgemaakte call in. Maar daar ben ik echt wel 2 dagen mee bezig. Om dat helemaal uit te bouwen en al die zooi. Dus wordt wel weer een hele vette video. Sowieso, subscribe even als je die ook wil zien natuurlijk. Want vorige video's hebben het echt super goed gedaan. Eentje met 80.000 views en eentje met 60.000 views. Dus dat gaat echt super lekker als ik die call zelf maak. Dus van de week weer een nieuwe. En vandaag gewoon, hadden we best wel een vette call. Dus hoef ik er niet een eigen call per se in te zetten. Ik bedoel, die bankhuis was best wel vet. Ondanks dat die af en toe een beetje fout ging. Maar ik zie ook niet echt meer een call binnenkomen. Dus ik denk dat ik de video hier ga eindigen. Ja, ik weet het, hij is een beetje kort vandaag. Maar dat komt omdat ik, weet je... Het zit best wel haast achter. En op deze manier, als ik hem wat korter doe, dan kan ik er nog best wel een leuke edit van maken, denk ik. Dus ik wil jullie sowieso allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Hou mijn Twitter, Instagram en Facebook natuurlijk in de gaten voor mijn merch wat er binnenkort aankomt. Verder, check nog even de video's die je zo meteen in beeld ziet staan aan het eind. En wees er zeker van dat je geabonneerd bent en op dat belletje hebt gedrukt. Dat is best wel belangrijk. En dan check ik jullie allemaal weer bij een volgende video. Ook het belletje is belangrijk, want tegenwoordig zijn de sub-notifications niet echt heel top. Dus druk gewoon even op dat belletje. Dat is best wel belangrijk, want dan blijf je gewoon up-to-date. Dan zou ik zeggen, check de video's nog even die je nou in beeld ziet staan. En dan check ik jullie allemaal weer bij een volgende video. Iedereen super bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En koop een merch als het uit is. Laters.